Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 2 november van Weerplaza. Het blijft voorlopig droog, want een hoge drukgebied bouwt op boven het zuiden van het land. Maar de komende uren hebben we nog te maken met een paar buien, vooral in de noordelijke provincies. Daar valt een enkele bui. In het zuiden blijft het vanochtend droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur die ligt tussen de 6 graden in Zeeland tot 9 in het noorden van het land. En daarbij waait een matige westelijke wind. Aan zee is de wind soms vrij krachtig. In de loop van de middag en avond zwakt de wind geleidelijk aan af. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 11 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Zeer lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog, vrij helder en het wordt behoorlijk koud. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. En in de nachtelijke uren zou het in het oosten van het land zelfs licht kunnen gaan vriezen. Lokaal ontstaan een paar mistbanken. En morgen begint de dag koud, maar 's middags warmt het op naar 10 tot 11 graden en de zon die schijnt de hele dag geregeld. Wel zijn er wat hoge sluierwolken. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige zuidelijke wind. Op zondag verandert er niet veel. Wel stijgt de temperatuur in het zuiden van het land naar 15 graden. Het is de hele zondag vrij zonnig en droog. Alleen in de nacht naar zondag toe kan het opnieuw vrij koud worden met lichte vorst in het oosten van het land. Maandag en dinsdag zijn droge dagen met flinke perioden met zon. En de temperatuur gaat in de middag omhoog naar zo'n 18 graden in Limburg tot zo'n 14 of 15 graden in het noorden van het land. En ook worden de nachten minder koud. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.